Dames en heren, ik wil u aandacht vragen voor een ludieke actie met een melkbus. In het verleden heb ik ze vaak door mijn handen gehad. Ik hield er twee vast aan elke kant en die gooide ik zo op de wagen. Nou waren ze maar half vol. Maar goed, het moet wat lijken voor de buren dat je heel veel melk aan de weg zit. Maar goed, de tijd gaat door en voorbij. En ja, sinds anderhalf jaar heb ik ALS en ik kan de melkbus natuurlijk. Niet meer tillen. Een kopje koffie gaat nog. Even stoppen. Voor research is nou eenmaal heel veel geld nodig. Voor een nieuw medicijn is ongeveer een miljard tot anderhalf miljard dollar nodig. En ja, om dat bij elkaar te halen heb je ludieke acties nodig, zoals de buckets. En ik nodig Co van harte uit om deel te nemen aan deze actie. André, bedankt dat ik kan mee. Graag. Ik ben benieuwd wat jullie voor mij in petto hebben. Meiding, kom maar op. Oké. Ik ga even uitbeeld. Ja. Wordt het gevaarlijk of zo? Ik kom even een mandje ophalen. Ik kan op deze kant. Ja. Dat hadden ze niet. Koud, hè? Zo, Ko. Je nek zit helemaal vol. Au! Die deden ze hier. Die laatste. Goed. Hierbij nomineer ik de vaste klanten van Café de Vier Winden. In het bijzonder Peter Ruiter en Rudol om deze, nou ja, bucket te overtreffen. Succes, jongens. Je zit een beetje roest in je nek. Wat komt er uit zo'n melkbus? Ja.